Mijn onderzoek gaat over sociale behoeften van ouderen en de rol die sociale technologie daarin kan spelen. Kun je een voorbeeld geven? Uh, een voorbeeld, nou kan ik heel dicht uh, bij huis houden. Uh, mijn schoonmoeder maakt veel gebruik van uh, WhatsApp, We hebben bijvoorbeeld een uh, familie-WhatsApp. Waarin zij goed op de hoogte uh, is van alle, alles wat er met de kinderen en uh, kleinkinderen gebeurt die in Friesland wonen. Dat is een eindje weg. En uh, op die manier zorgt dat voor een stukje verbondenheid. Mijn moeder daarentegen, die ook in het noorden woont, heeft, ja, heeft dat niet. En is daardoor minder uh, geïnformeerd en verbonden met haar kinderen en kleinkinderen. Dus sociale technologie kan volgens ons een rol spelen om uh, in sociale behoeften te voorzien. De belangrijkste conclusie uit mijn onderzoek is dat er eigenlijk drie aspecten heel belangrijk zijn in het leven van ouderen: een stukje onafhankelijkheid. Ouderen willen zo lang mogelijk onafhankelijk zijn. Een stukje verbondenheid: verbondenheid met elkaar, met familie, vrienden, met anderen, met een buurt en met de maatschappij. En een stukje uh, wederkerigheid, dus iets terugdoen. Voor een ander. En daarin zit ook uh, een belangrijk concept van betekenisvol zijn. Ieder mens wil in zijn leven betekenisvol zijn. En dat verandert niet als, uh, als iemand ouder wordt. Alleen is het natuurlijk moeilijker om uh, ja, in die behoefte te voorzien. Als je bijvoorbeeld met pensioen gaat, als je uh, middelen afneemt of als je gezondheid afneemt, is dat moeilijker. Maar het blijft belangrijk in het leven van, van een oudere. Kun je een voorbeeld geven hoe je dat kan bereiken? Uh, je kunt ouderen betekenisvol laten zijn door bijvoorbeeld uh, vrijwilligerswerk. Blijkt dat ouderen die actief zijn in, in vrijwilligerswerk beduidend uh, ja, gelukkiger zijn, eigenlijk, een grotere mate van welbevinden hebben. Dus het, het, het simpele feit iets terugdoen voor een ander of voor een maatschappij, zorgt ervoor dat, dat mensen uh, ja, zich goed voelen. En daardoor ook uh, ja, een, een, een groter gevoel van welbevinden en kwaliteit van leven hebben. In de research preview kwamen onderzoekers en mensen uit de praktijk, bijvoorbeeld maatschappelijk werkers, vrijwilligers. maar ook mensen van de verzekeringsmaatschappij. bij elkaar om ideeën en ervaringen uit te wisselen. In die research preview is wat verteld over mijn onderzoek. heb ik wat verteld over mijn onderzoek. En is daarna hebben we gediscussieerd over een interventie die is ontwikkeld, het taalcafé. En is in verschillende groepjes met verschillende onderwerpen daarmee aan de slag gegaan. Wat het heeft opgeleverd is ja, sowieso dat het heel erg prettig was om kennis en ervaringen uit te wisselen vanuit die twee hoeken, de, de praktijk en de wetenschap. En uh, het heeft ook zeker nieuwe kennis uh, opgeleverd voor mij, maar ook voor de mensen uit de praktijk. En eigenlijk ging iedereen met een heel verfrissend en, en prettig gevoel weg en ja, had ik het echt het idee dat er, uh, dat er veel met de ideeën werd gedaan. Hoe gaat het nu verder met je onderzoek? Uh, mijn onderzoek heeft een aantal concrete aanbevelingen opgeleverd, ook een paar concrete interventies. En wat wij hopen, is dat er uh, ja, een aantal van die interventies geïmplementeerd worden, geëvalueerd. En uh, uiteindelijk het enige belangrijke resultaat is dat het de het kwaliteit van het leven van ouderen verbetert.